Dag dames en heren, welkom bij een exclusieve video op DavidStap Pro. En in deze video gaan we zeker geen Disneycraft laten zien, maar we gaan een speciaal level laten zien. En ik kan wel even iets laten zien aan jullie als bewijs dat ik... Ik heb even niet deel 1 bij de hand, maar deel 2 wel. Dit is het eerste PlayStation 1 spelletje wat ik heb gespeeld ooit in mijn leven en heb gekocht, zeg maar. Crash Bandicoot 2. Iemand heeft dus, die is zo gek geweest om heel Crash Bandicoot 1 na te bouwen in Minecraft. En ik wil dat dolgraag spelen, want ik ben zo benieuwd of het ook daadwerkelijk klopt. Ik heb wat beelden gezien op internet en het was aardig goed. Ik zet even mijn geluid aan. Staat aan. Muziek kan wel even aan. Even kijken. Greetings, young craft. My name is Aku Aku. I will help you to find your destiny. Follow the banners. You will enter in a world of 26 levels. Je gaat een level binnen. Je zet in de levels. Je moet niet verdwalen. At the end of the level you find... Ik vind een treintje aan het eind van het level. De trein brengt je naar het nieuwe level. Gewoon wachten en je ziet het. DDD. Als de trein stopt... see your place at saying level X. There's one secret diamond. Er is een diamant voor elk level. Of course you can't craft anything or destroy the map. Je kan natuurlijk niks slopen in de map. Je moet gewoon de pad volgen. Dat is het beste wat je kan doen. De game is getest. Enjoy. Now take the awesome train beside you and have fun. Ik kan die trein natuurlijk nemen. Maar ik kan ook even kijken wat hier achter zit. Want ik ben wel nieuwsgierig. Wat staat hier? Oh, if you... are a serious player, here's the secret. Oké. Okay. Appeltjes en een mapkaart. Laten we die map eens even kijken. Oh, wauw. Allemaal pixels. Nou, hebben we niet zoveel aan. Oh, kijk nou. Wauw, dat zagen jullie niet, hè? Kunnen jullie slapen? Nee. Jump in the train when you hit the lever. Oké, daar gaan we. Yeah. We gaan naar Craft Bandicoot. Heel leuke naam. Heel mooi logo ook. Helemaal 3D lijkt het net. Ja, het is ook een soort van 3D. Gaaf. En we gaan denk ik speciaal met het karretje naar onze Crash Bandicoot wereld. Ik ben heel benieuwd. Tjoek 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 tjoek. Oh, kwalletjes. Hallo kwalletjes. Ziet er nou al awesome uit. Goed verzorgd ook. Leuke ondersteuning ook. Gaat door tot in het water. Hé, hey, varkentje. Aha! Zag je dat? We gaan echt diep in de map, joh. Kijken volop om me heen of ik al wat kan herkennen. En het eerste level is heet, als het goed is, Insanity Beach. Dat weet ik nog uit mijn hoofd. Oh, ik ga naar beneden kijken. Wee! Dat is nog allemaal spannend wat we zien. Oh, wauw, komen we langs gebouwen of zo? Apart, joh. Oké, okay. Is heel apart dit. Het is gewoon een hele rollercoaster rijdt. Wauw, dit is echt al heel vet. Oké, we zitten nu in de jungle. Wauw. Ik ben benieuwd hoe lang we hier nog in zitten. Ik denk, ja. Hallo kwalletje. Oké, hier is het, hier begint de map. Een heel goed idee, hier ook Insanity Beach, ik zei het. Nou, dan gaan we level 1 spelen met onze Crash Bandicoot karakter. Alleen hij heeft een eend kostuum aan. Je moet altijd omhoog. Oh, dat is diep. Mijn eerste jump faal gewoon. Het gaat helemaal goed komen. Zo, wat gaaf dit gedaan zeg. Oh ja, dan krijg je de stenen. Je moet dan stenen omhoog. Ik weet niet of dit exact is zoals de... originele. En dan hierachter moet een Aku Aku masker zitten. Hierachter moet een doos zitten. Nee, dat zit er dus niet. In het origineel zit daar een doos. Hé, hey, een pantetje. Oh, hij ging snel weg. Of een poesje. Ik weet niet wat het precies is. Melon, zie ik. Je hebt geen texture pack nodig om dit goed te kunnen zien, zei hij. Maar dit zijn meloentjes. Ah, oké. Okay. Oh, twee kanten.
Wat zullen we doen? Ja, je kan in het origineel ook twee kanten op. Zo gewoon rechts nemen. Dit ziet er veel leuker uit. Oh ja, met die doos, ja. Vet. Kijk hoe diep het is. Nou, ze hebben wel gezorgd voor vines. Dus als je valt, dat is wel een ideaal dat ze daarvoor hebben gezorgd. En als het goed is, ik weet niet of je onder moet doorgaan, dat kan niet. Level 2. Maar we hebben geen diamant. Ik dacht dat we een diamant moesten zoeken aan het eind van de map. Hey, dus dit dan? Hey, hoort dit? Hoort dit? Nou, deze map is getest, ik zie het. Ik kan helemaal... Ja, niet zien, zo moet je hierheen. Volgens mij is dit niet de bedoeling, hoor. Wat? Ja, nu zit ik een beetje vast. In die game mode. Shit. Nou, lekker getest dan. Ik ben benieuwd of ik nog terug kan. Hallo, kunnen we nog de map in? Shit, hé. Echt weer een vinstactie, hè? Ja, 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 we komen hoger. Kijk, als we bovenuit steken, dan komen we weer in de map. Yeah! Zo, like a boss. We zijn eruit. Wauw. Het is niet helemaal getest dan. Ik weet niet waar ik uit ging. Ging het daaruit? Nou, het zal. We hebben geen. Hier kan je er ook gewoon uit. Nou, we zullen gewoon het pad volgen. Zoals ze gewoon zeiden. Dit is level 2. Jungle Roller. Het regent ook. Vies weer. Het is net Nederland. Oh, die bloemen, ja. Ze hebben van die bloemetjes gemaakt. Wauw, dit is vet. Gewoon een adventure map, dames en heren. Ik denk de mensen die Crash Bandicoot hebben gespeeld, zullen dit vast wel herkennen. Hier is die secret gem, ja. Die gekleurde gem. Kijk of ze wat ze hierboven hebben. You find a secret. Yes, een diamond. Wauw, we hebben hem. Daar zat hij ook in het origineel, zat daar een gekleurde diamant. Dus... Nou, we hebben een diamant, dus. Appeltje eten. Zo. Hier, je kan hier gewoon eruit, de map. Nou ja, maakt niet uit. Oh, die rockmuziek. Ik heb weer spijt dat ik het heb aangedaan. Oh, wauw. Zie ik dat volgende level al. Genius. Oh ja, die stenen. We kunnen ook niet meer terug, zie je het? Als je eenmaal dat ding overheen bent geklommen. Maar je stenen moet je ontwijken. Wow. Gaaf. Ik vind het gaaf dit. Is die leuk gedaan? En wat krijgen we nu? We krijgen nu waarschijnlijk level 3. En dat is ja, ja, ja. Ja, jump in the hole. Daar gaan we. Oh, moet dat? Level 3, de Great Gate, ja hoor. Great Gate, dat is vet. Ik weet niet of we dat moeten beklimmen. Voor mij gewoon via de ladder. Hij heeft het gewoon nagemaakt, zie ik. Wat vet gedaan zeg. Oh, hier krijgen we het level. Oh, wat vet. Ik zou hier niet gaan vallen inderdaad. Ai. Ik zeg, je zal je niet vallen en het mist gewoon. Dat zagen jullie niet. Ik denk dat daar links ook wat zit. Niet? Nee. Het hoort gewoon bij de... Hij heeft ook die huisjes gemaakt. Die rimboehuisjes. Wat heb je hier? Oh, er zien nog meer van de devils. Dat is nog een verrassing. Oh, het sneeuwt hier zelfs. Oh my god, kom op. Ik moet wel een beetje beter springen. Ik kan niks lopen. Zou ik ook niet willen hoor. Wat dat geluid joh. Geniaal. En moeten we hierop denk ik? Ja, zijn we een niveautje hoger. Ik zou niet gaan vallen nu.
Nee! Zo, we zijn weer terug. Ik zal de fout niet meer opnieuw maken. Ik zal gewoon proberen zo goed mogelijk te springen. En ik weet niet wat die ijzeren hekjes inhouden, maar ik denk dat we hierop moeten jumpen zo. Hoppakee. Oh, dit klopt precies als dat trappetje. Ja, ik kan wel zeggen van ja, het klopt en klopt, maar als jullie het originele spel niet hebben gespeeld, dan heb je zoiets van ja, het zal wel, weet je wel. Oh, nee! Oh! Het is moeilijk. Geloof me, het is niet makkelijk. Hier, ik zit gewoon vast nu. Oh my god, en ik kan geen niks kapot slaan. Ik kan wel wat kapot slaan, mooi. Kunnen we naar boven toe, denken jullie? Als we even iets tactisch doen. Het is ook leuk als ik dat wel ook oppak, ja. Want dan dat heeft natuurlijk ook geen nut. Ik denk dat we er bijna zijn. Ik hoop het. Yeah! Het is al een foutje van de makers. Want het bed, ja, nu kan het wel. Maar eerst kon ik helemaal niet. Ja, nee, het kan ook niet. Want er staat ook niet van set home. Dus ik weet niet of ik in de comments set home kan doen. Set home, home. Ik denk het niet. Nee, doet hij niet. Ja, slash home durf ik niet. Want dan ben ik bang dat ik niet. Dus als je doodgaat, moet je gewoon helemaal overnieuw. Het is een beetje stom bedacht en zo, maar. Oké. Ik denk dat we nu. Hè? Oh, hier is het einde. Oh, dit is zo'n portal. Oké. Oh, tof. Oké, ik denk dat we hier naar beneden gaan. Het is toch wel apart om zo'n level te maken. En. Hey. Ik kan het wel proberen. Nee, ik kan het niet proberen. Ik doe het niet. Ja, ik doe het wel. Ik moet het. Waarschijnlijk zit er een secret. Ik heb het gevoel dat daar een secret zit. Denken jullie ook niet? Ik kan geen appeltje eten als je. Ik kan helemaal geen appeltjes eten. Waarom kan ik geen appeltjes eten? Oké. Ik kan geen appeltje eten. Oh, ik. Ja, het leven. Ja, het is anders. Oké, hoe gaan we dit doen? Ik denk. Zo. Tot waar? Tot daar. Haha, genius Vincent. Genius. Ik wist wel dat er wel wat zat, maar ik kan me niet herinneren dat er in het echte spel daar een diamond zit. Zoals ze over de gein hebben gedaan. Close enough. Oké, ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Oh, ik weet niet waar we naartoe gaan. Nee, ik denk dat we naar beneden moeten. Au. Nee. Zo. Nee. Wat is dat dan? Plateautjes. Lijkt net alsof je daar dan naartoe kan. Voor mij is het gewoon. Oh, dus. Kopieer en plakwerk, volgens mij. Het zijn allemaal dezelfde huisjes. Ja, het ziet er wel leuk uit. Het ziet er goed verzorgd uit. Dat vind ik echt heel gaaf. Sneeuwgebied daar. Dus ik denk dat hij dadelijk wel naar links gaat. Anders moet je door de sneeuw heen. Ik kan me niet herinneren dat een deel 1 een sneeuwlevel zat uit mijn hoofd. Volgens mij niet. Level 4, boulders. Nou. Bulders is ook een level dat er een steen achter je aan rolt. Dan zal daar een steen. Ja, kijk nou. Oh, dat hebben ze echt gaaf gedaan. Maar ja, die rolt natuurlijk. Die moeten de zogenaamd verzinnen dat die steen nu achter me aankomt. Volgende stukje. Wat doe jij? Kom, skelet. Ah. Maakt het wat extra moeilijker, hè, het skeletje. Wat? Oh, wauw. Je kan over hekjes heen als daar onder een hekje staat. Nooit geweten. Oh my god. Dat wist ik niet. Oh, dat kunnen we aan de Disneycraft misschien wel. Kunnen we daar iets mee maken? De mobs staan inderdaad aan. Ik weet niet. Ik heb in de instelling gekloot omdat ik. Ja, en nu? Oh, ze hebben het wel. Ja, ze hebben fijns gedaan. Oh, hij heeft overal gedacht. Dat vind ik knap. Dan moet je maar overal aan denken, joh, als je zo'n map maakt. Nou, laten we de eerste 5 levels doen. Ik ben zo slecht in dit. Zo. En we hebben het gehaald. Yeah. Maar we hebben nog steeds 2 diamonds. Dat is niet zo heel veel.
En 4 hartjes. En dan kom ik. Oh, het komt er wel bij. Mooi zo. Oké, dan gaan we door een bos. Level 5. Upstream. Ja, natuurlijk. Dat is het laatste level wat we gaan doen in de video. Inderdaad, dan moet je over water heen. En als je in het water komt, verdrink je zogenaamd. Dat is zeg maar het idee van het spel. En in dit level is het dus de bedoeling dat je gewoon... Ja, hij heeft natuurlijk helemaal geen bewegende dingen. Dus je kan het... Je moet het maar een beetje zo maken, inderdaad, hoe hij het hebt. En dat zijn die bloemetjes. Oh, ik viel in het water. Dat zag je niet. Ik ben eigenlijk dood nu. Ik had eigenlijk lava eronder moeten zetten, maar dan is het niet realistisch natuurlijk. En de waterval heeft hij leuk gedaan, dit. Dat heeft hij echt goed gedaan. Het sneeuwt ook hier. Dat is weer jammer. Want dat verziekt de map een beetje. Jump in the hole. Oké, is prima. Au. You found a secret. Die was er heel moeilijk te vinden. We hebben 3 gems. Of 3 diamonds. Ik weet niet waarvoor het telt. Of het nou voor een crystal diamond geldt. Of echt een dat je alle dozen hebt gevonden. Want ik heb niet echt dozen gezien in het spel. Ik ben ook met een Crash Bandicoot map bezig. Toevallig. En die heeft echt een texture pack. Alleen die texture pack is verouderd. Waardoor ik die texture pack niet meer goed zie. En dan moet je echt kratjes ook kapot maken en zo. Dus dat is wel apart. En nu gaan we door een soort van dolf. Ik weet ook niet wat dit inhoudt. Ik hoor een zombie. En we gaan omhoog. Ik denk dat dat wel goed is. We gaan iets omhoog. Ik weet echt niet wat dit is. Jump inside en meet Papu Papu. Oh, dat is de baas. Nou, doen we alleen de baas nog. En dan, au. Oh. Wow. Nee. Shit. Het moet. Wat? My god! Ik ga het fixen, maar we zijn toch bij de baas aangekomen. Vond een leuk filmpje? Vergeet niet te abonneren. Goed duimpje, heel leuk zijn. En dan zien we de volgende keer terug bij een nieuwe video. Dat we de andere levels gaan doen. 5 levels per keer. Dat lijkt me wel een heel leuk aantal. En dan kunnen we ook een beetje rustig aan deze map spelen. Dus veel kijkplezier met de andere filmpjes van Disneycraft. En dan zie ik je volgende keer zeker weer terug. Tot ziens.